Zo, droog en schoon. Welkom op weer een nieuwe vlog. Ik had even de bord schoongemaakt. Want we gaan namelijk die andere bord ophalen. Dat doen we met deze. Het zou eerst een, wat was het ook alweer? Een volksbord worden. Een 4,80 meter. Die paste dan mooi hier zo over de breedte. Alleen die man die reageerde niet. En toen zeg je, ja, ik vind hem eigenlijk ook wel een beetje klein. Ja, als je dan, nou, als het flink waait, zeg maar, om daarmee te gaan zeilen. Ja. Dus gingen we verder kijken en toen hebben we een centaur gevonden van 6,20 meter lang. En die ligt in Grouw. Dus dat is 1,5 uur varen met deze boot. En dan knopen we deze drachten. Doen we de Suzuki achter de centaur. En dan varen we deze kant erop. Dat is een zeilboot. Ik ben benieuwd hoe de kwaliteit van de zeilen zijn. Want die zijn hartstikke duur als je die moet kopen. Je bent zo'n 1500 euro kwijt voor 2 zeilen. En dat is het eigenlijk niet waar. Dus de zeilen moeten wel redelijk zijn. Anders dan laten we hem liggen. En dan hebben we nog een BM'er. Die ligt hier ook vlakbij. Kunnen we ook zo heen varen. Die is ook nog een stuk goedkoper. Alleen er zit geen afdek. Ja, mogelijkheid op, zeg maar. Dus dan moet je met een dekzeiltje werken. En die centro, daar zit een soort, deksel, zeg maar, waar je erop kunt doen. Dat hoort daarbij. Dat is origineel, zeg maar. En ja, daar voel ik toch iets meer voor. Dus, maar goed, ik heb nu nog de werkkleding aan. En ik moet eventjes onder de vloer hier voor een stoeltje. Een zitje in ieder geval, hè, dat ding wat ik dan heb. Ja, hoe heet het eigenlijk? Ik weet het niet. Zeg maar een stoeltje, zo'n opvouwbaar stoeltje zonder potjes. En dan kan ik tenminste verzoenlijk zitten op de terugweg. En niet vergeten een hoed mee te nemen. Want de zon schijnt, het is de warmste dag deze week. 28 graden zou het hier worden in Leeuwarden. Je hebt wat te eten mee. Touwtjes. Een hele hoop touw hier leggen. Ik weet niet of ik alles meeneem. Maar in ieder geval deze. Die wil ik wel mee hebben. Want ja, als je iets vast moet knopen of zo, dan wil ik wel dat het een beetje vast zit. Nee, want ik denk dat ik ook een elektromotor meeneem en een accu. En dat kabeltje van de accu is waarschijnlijk, of bij de boordmotor, is waarschijnlijk een beetje aan de korte kant. Even zien. Ik heb de motor er even bij gepakt. Als die erachter zit, nou, dit is maar een meter. En de achterdek is volgens mij veel groter. En daar moet die, ja, daar ligt die accu, zeg maar. Die zit dan ook nog aan boord, dus dan moet ook een stukje naar beneden. Ik denk dat het heel krap wordt met een snoertje. En toen dacht ik, nou, dan neem ik de startkabel mee die ik in de auto heb. Maar dat is een hele lange, dikke, zware startkabel. Dat is gewoon een beetje overdreven, hè. Maar ik denk dat ik het wel doe. Nou, dan nemen we dus de Suzuki mee. Alle brandstof mee. Maar die boot zal wel, denk ik, of de motor zal wel iets meer brandstof verbruiken met die boot, denk ik. Want dat ding weegt 550 kilo. Dat is even anders dan wat we hier gewend zijn. Het is wel weer een beetje een ja, zeg maar een herinnering aan toen we nog in Almelo woonden. Toen had ik een BM'er en die woog ook zo'n beetje een kleine 600 kilo. Die hebben we daar achtergelaten. Had ik beloofd aan de ouders van het meisje waar de boot van was geweest. Ze was overleden aan leukemie. En ze wilden dat die boot van haar een goed onderkomen kreeg. Maar die mocht niet weg uit die haven. Dus toen wij verhuisd zijn naar Friesland, ja, toen heb ik hem voor een paar cent verkocht aan de zeilcommissie van de haven. He, dat hij toch daar bleef. Dus, en dan hebben we straks weer zo eentje terug. Het is dan wel, die BM was helemaal van hout. Deze is van polyester. Dus het is natuurlijk niet precies dezelfde boot. Maar het schijnt een hele snelle boot te zijn. Dus echt, die zit al jaren in de top van de open zeilboten tot 7 meter. Dus sommigen zeggen dat deze de beste is van de open zeilboten. Die mooiste zeilt en zo en dat soort dingen.
Alleen, ik had me even ingelezen, de mast om die te strijken, dat zoals die nou is, was niet zo heel makkelijk. Dus daar moet ik een aanpassing op doen. Maar goed, dat is voor latere zorg. Eerst even kijken of het wat is, of de zeilen een beetje goed zijn. En dan neem me mee. Die zwarte mast die beweegt. Oh, daar ja. Ja, dit. Zie, de rode, rood-oranje. Dat is de boot. Ja, op foto lijkt het allemaal veel groter. Ja. En zo ligt de zeilboot hier en zo is hij weer weg. Ja, de kinderen zijn even te varen. Dan hebben wij in de tussentijd eventjes een paar plankjes daar gemaakt. Dan hebben we de mast eraf gehaald. Die hebben we hier neergehangen. Maar er moet eventjes een ander beslag aan. Dus dan willen we even anders hebben dat ik heel makkelijk los kan halen. En dan kunnen gaan zeilen en als we weer terugvaren, dat ik hem makkelijk kan strijken, de mast. Dat is de bedoeling. En dat kan nou niet zoals het er nou bij ligt, dus daar moet ik nog even mee bezig. Maar ik weet ook niet wanneer ze terugkomen. Maar wij gaan even wat eten. En dan hoor ik het wel als we terug zijn, hoe we de boot gaan aanleggen hier. Dat moet ik nog even bedenken. Dus of hier een fender, dat hier tegenaan ligt aan de achterkant en dan daar, om die paal, of juist naar die kant. Maar dan ga ik eerst even melden bij de havenmeester, dat we er een bootje bij hebben. Dat is net zo netjes toch? Het is maandagochtend en de boot ligt op zijn plekje. Ik moet alleen even zien hoe dat komt. Ik ben bij de havenmeester geweest en ik zei dat we dus een boot bij hadden die eigenlijk een beetje aan de grote kant is. Om er voor te leggen over het was. Dus die ligt er nou even tijdelijk naast. Maar er moet even een oplossing gevonden worden. Dus of ik betaal voor een box ernaast. Nou ja, als dat zo'n grote box is, dat is dan dezelfde prijs als voor de houseboot. Dat is wel een beetje duur aan, hè? Of duur, maar veel geld. Dus, maar goed, ze zijn hartstikke aardige mensen, die snappen het allemaal wel. Misschien krijg ik ook wel een kleinere box ergens hier op de haven. Even zien. Het mooiste is als ik hem er gewoon naast ga laten liggen. Maar goed, dat zien we dan wel weer. De kinderen waren dus gisteren even ermee aan het varen en toen hebben we hem op een plek gelegd. En had ik eigenlijk nog even willen filmen, even laten zien. Hè. Maar het mooiste is eigenlijk als we van de week, of hè, als we nog een keer een dag vrij hebben, of van het weekend, dat we... Even, we moeten nog even vallen halen, nieuwe vallen, maar die lijnen, die oude vallen zeg maar, die zien er niet uit. Plus dat, Geer vertrouwt ze niet. Onze zoon zei al, er is niks mis mee, zien er alleen niet uit. Beetje verweerd zeg maar. En dan denk ik, ja, we kunnen toch beter even wat anders aan. En dan gaan we even de zeilen opzetten en daar gaan we het even laten zien. Hè, met zeil erop. Misschien dat we dan ook nog even een stukje gaan zeilen. Maar dan kun je het even bekijken. Nou, wij gaan nu naar Hogeveen. Even, volgens mij 6 graden of zo. Op bodem, daar zijn we eerder geweest. En deze is nou weer een vervolgonderzoek, voor het bodemonderzoek. De gaten zitten erin. Zou ik de 6 zijn, er werden er uiteindelijk maar 3. 2 door het asfalt en eentje alleen door het puin. Die heb ik alleen
kunnen hakken. En dan staan we weer op een mooi plekje. Ja toch? Mooi uitzicht. Even kijken, voorbij bij Haverten. Morgen moet Steenwijk aan het werk. Kwartiertje rijden morgen. Misschien 20 minuutjes. Ideaal toch? Het is dinsdagochtend. En we gaan even snel die twee gaatjes boren. Maar ik moet daarna naar het ziekenhuis. Gisteren kregen we een telefoontje van het ziekenhuis. Over de operatie. Dat ze via de oksel iets uit de schouder wilden halen. Wat was dat? Lymfeklieren. En dan, maar dan moet ik een voorgesprek moet dan hebben. En dan zei ze, nou dat kan morgen om 9:30. Ja, om 8:00 hebben we eerst dat klusje. Nou 10:00 dan, zegt ze. En dan hebben we iets meer speling. Ik zei, nou, we gaan het proberen. Dus even snel die twee gaatjes boor. 1:10. We hebben het gehaald. Tjongejonge, en er zat alles tegen op de klus. Ja. Ja. Kabel in de muur. De mensen waren te laat trouwens. Stroomkabel in de muur. Er moest op een zoldertje. Echt alles zat tegen. Maar onderweg zat er mee. Hè? Ja, het was wel druk, maar alle stap ligt er mee. Ja, ideaal. Ja. Dus, nou even wachten op de persoon waar we een gesprek mee hebben. Maar we kunnen nog even televisie kijken. We zijn alweer buiten. En dat ging snel, hè? Ja, ging best snel. Dit was ook iemand die gaf weer een hand. Dat is, ja. Dat was ook een ouder iemand. Ja. De arts, ja, hartstikke mooi. En wat nog sneller gaat, is dat morgen word ik al geopereerd. Maar wel onder volledige narcose. En dat, wordt waarschijnlijk, s'ochtends word ik daar geopereerd. Dus ik kan smiddags weer naar huis. Maar, nou zeiden ze, smiddags word je geopereerd om 4:00. Dus daar zou ik een dag over moeten blijven. Ze hebben gevraagd of dat niet anders kon. En dat zijn ze nou aan het bekijken of dat kan. De chirurg wou het ook s'ochtends als eerste. Dus ja. Daar wordt nou die druk op gezet. Ja, dus nou, dan ben ik er morgen avond of zo vanaf van een plekje. Ik heb ook gevoeld trouwens, de lymfeklier was een beetje opgezwollen. Je voelt het gewoon onder de oksel. Hartstikke mooi. Nou, wij gaan naar de boot. We gaan eventjes de mast overeind zetten. Gaan we even kijken hoe de vallen, welke lengte daar zijn. En dan gaan we even vallen kopen bij Hendrik Marie. Ja, dan moet ik weer eerst in de boot, hè? Dat is zwaar. Ja, gaat toch. Ja, trekken. Mij over dat dode punt heen bent, hè? Ja. Dat was hem. Ja, zie hem kijken. Misschien dat hij heel iets achterover hangt. Dat heb je wel vaker. Zie je, omdat die achterverstaging een beetje los zit. Dus misschien moet hij wel iets strakker daarvoor. Maar dat kan, want er zitten namelijk 3 oogjes in. Zie je dat? Dus je kan hem nog iets strakker zetten. Maar een beetje achterover is volgens mij helemaal niet zo erg. Maar dan zien we de scootjes ook, hè? En dat is achterover zit. Nou eventjes de zeilen erin. Eens even kijken of dat allemaal lukt vandaag. Maar dan moet je eerst de boot omdraaien. Maar de wind komt van die kant. Daar gaat hij. Kijk eens. Hij wil op de zeilen, hè? Hij wilde vandoor. Maar de wind komt er echt van voor zo. Dat is jammer. Hij gaat een beetje, zeg maar, zo schuin van die kant komen. Af en toe doet hij dat. Draait hij iets. Dan is het heel mooi om te zien. Kijk. Daar staan de zeilen mooi.
netjes. De C erin, de Centaur nummer 1022. Nee, we gaan niet zeilen. Ik hoorde jullie denken, gaan jullie nog even zeilen? Nee, dat doen we niet. Dan moeten we eerst weer de mast plat leggen. En dan onder de brug door, dan weer omhoog. Dus eigenlijk hebben we deze gekocht om, zeg maar, gewoon een dag te gaan zeilen. Een hele een dagtocht, een zeiltocht. Gewoon lekker even een dagje op het water. En dan gaan we 's morgens vroeg weg. Dat lijkt ons mooi. Maar nou ging het er gewoon even om. Dat we even gewoon zien wat het allemaal in orde was. Nieuwe vallen zitten erop. Hele mooie kleur. Zie je dat? Wit met zwart. En rood. Ook een beetje de kleur van de boot. Zwarte mast. Wit dek. Een rode boot. Nou, dat was het voor deze vlog. Ik moet morgen om 11 uur naar het ziekenhuis voor die operatie. Dus ben ik de hele dag onder de pannen. En maak je geen zorgen als er niet gereageerd wordt onder de video. Hè, want dat was in de vorige video ook al. Ik kreeg wel een mailtje van Boudewijn en reacties of er niet iets met ons was. Want toen waren we die boot aan het ophalen. Dus we hadden geen tijd om te reageren onder de video's. Dat heb ik later gedaan. Dus ja, wordt morgen ook niet gereageerd onder deze video gelijk. Maar misschien s'avonds nog even, als ik een beetje op tijd ben en anders die dag erop. En dan zou ik zeggen, tot de volgende vlog.